Vandaag een nieuwe video. Yo mensen, het is je boy Dylan hier. Vandaag weer een nieuwe video. Ja, het is dus december vandaag. Wat ga ik doen in december? Het is een hele maand. Ja, december. En wat ga ik doen? Ik ga proberen elke dag in december te uploaden. Ik ga proberen te vloggen terug. En ik start er zo'n beetje mee. Dus ja, jullie zullen wel zien wanneer ik upload een vlog. Waarschijnlijk gaat dat woensdag en op vrijdag zijn. Ofwel op gewoon op vrijdag, zoals altijd. Ik ga ook nu maandag naar Genk. Dus, naar Hasselt. Dus ik ga sowieso in Hasselt opnemen. En ja, ik wou echt, het is een tijdje geleden dat ik nog mijn uploadschema heb voltooid. Maar ik heb nu ook net een nieuwe banner gemaakt. Sinds maandag of zo, maandag of dinsdag heb ik een banner gemaakt. En ik heb ook al een thumbnail gemaakt. Voor iets van, ik weet niet. Maar die thumbnail zullen jullie nog wel zien. Ik heb dus een paar weken terug, vorige week zondag, heb ik met Sven een video gemaakt. Er is een video gemaakt tegen Team SV, maar die video zal nog wel online komen. Jullie zullen wel zien wie dat die video gemaakt heeft. En, mensen, die video gaan we ook eens apart op reageren. Maar we gaan sowieso reageren op die video. Ik en Sven hebben dat gemaakt vorige week zondag. Maar ja, het is nu zaterdag 1 december. Ja. Het is echt een bewogen week geweest. Ik had dus minder tijd om te uploaden. Waarom? Het was donkerder buiten. Maar er komt verandering in. Binnenkort komt daar verandering in. Ik ga waarschijnlijk een ding kopen. Een softbox. En zoiets zo achter mij te zetten als een greenscreen. Voor echt betere kwaliteit. En ja, het gaat misschien nog wat langer duren. Wanneer dat s'avonds eigenlijk goed gaat door kunnen. Maar het gaat wel lukken. Dit was eigenlijk zo meer een update video. Het was echt. Ik moest wel die maken, vind ik. En dus vanaf vandaag heb ik elke dag proberen te uploaden. Lukt het mij niet. December, ja, het is december. YouTube geeft meer monies uit. En ja. Maar we gaan het nog eens hebben over artikel 13 binnenkort. Want dat gaat ervoor zorgen. Want als ik van andere YouTubers materiaal ga pakken. Of als ik nu geluiden pak van de bodem van hier buiten, als er een ambulance passeert. Dan wordt mijn video geblokkeerd. Daar gaan we het nog wel over hebben, morgen of overmorgen. Ik wil jullie guys bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video tof? Smash dan zeker de like. Reageer hieronder wat jullie van de video vonden. En abonneer als het groot is. En dan zie ik jullie morgen weer terug in een nieuwe video. Het is december. Dus we uploaden wat meer. Ja, doei! You get to hear me now.